even kijken, de volgende spreker komt van NNIP. Philip Jan Looyen, Managing Director Integrated Client Solutions. Welkom. Dankjewel. Ja, een interessante titel, The Matrix Reloaded. Nou ja, dat schept veel verwachtingen. Het gaat over de governance matrix in het nieuwe pensioenstelsel. En ja, misschien een vraag die ik heb. Komen pensioenfondsen nu al bij NNIP met vragen over het nieuwe stelsel? Of ja, zijn ze toch vooral nog bezig met andere partijen aan het praten? En wachten jullie van wanneer komt de eerste pensioenfonds bij ons langs? Ja, goede vraag. Dat is ook misschien een beetje de reden dat we deze presentatie houden. Als je kijkt naar de klantenkring die wij bedienen, er zitten daar heel veel DB-pensioenfondsen in. Maar ook DC-regelingen voor ongeveer 17 miljard. Dat zijn pensioenfondsen die DC uitvoeren, maar ook Nationale Nederlanden, ons zusterbedrijf, Bifrank als PPI. En we bedienen natuurlijk de Nationale APF. En ik noem die klantgroepen omdat die drie een hele andere benadering hebben. Mm-hmm. En je ziet dat we vanuit de Nationale en vanuit de PPI nou echt worden gebombardeerd met vragen en ideeën. Omdat zij natuurlijk vooraan in de markt willen staan en daar ook al naar hun toekomstige klanten al duidelijkheid willen bieden hoe zij die transitie naar het nieuwe stelsel vorm gaan geven. Aan de pensioenfondsenkant merken we nog veel minder dynamiek. En daarom vinden wij het ook belangrijk om dit nu hier even met jullie te bespreken. Omdat we denken dat het belangrijk is dat ook de vermogensbeheerder tijdig wordt aangehaakt in dit mooie grote verbouwingsproces wat we met elkaar krijgen. Dus ook de pensioenfondsen kunnen best bellen, nu al. Kunnen zeker bellen. Ja. Oké. Nou, ga start met de presentatie. Vragen geloof ik naar de hand. We hebben een paar minuten voor. Dus, ik kan. Go ahead. Het staat hier. Ja, The Matrix Reloaded. Ja, dat is de titel van deze presentatie. Mijn geluid komt niet altijd continu door, volgens mij. Of gaat het wel goed? Ja? Oké, dan ligt het aan mij. The Matrix Reloaded, ja, de titel, daar moet ik toch alle credits geven aan mijn collega Ralf van Dalen, die daar heel bescheiden zit. Want ik wil het met u hebben over de governance matrix. Maar u kent wellicht de film The Matrix. En er zijn toch wel een paar parallellen, je moet zo ver zoeken, met de transitie die we naar het pensioenfonds, naar het nieuwe stelsel gaan maken. Eén is dat je in The Matrix natuurlijk een belangrijke keuze moet maken. Neem je het blauwe of het rode pilletje. En dat is ook wat u moet gaan doen. Ga ik voor het flexibele contract of ga ik voor het solidaire contract? Een andere is dat we in de matrix te maken hebben met een soort hele nieuwe wereld. Komt dit door als ik op een groen knopje druk? Vast ja, wel. Een wereld waar nieuwe wetten gelden. Waar je zo kan doen en alle kogels stoppen, waar je met lichtsnelheid kunt bewegen. Die agility en die wendbaarheid die hopen wij ook in het nieuwe stelsel met elkaar te bereiken. Maar de oude wetten gelden dus niet meer. Er zijn niet meer harde verplichtingen. Het wordt veel individueler naar cohorten en individuen in plaats van een collectief beheerd vermogen. Er zit hele nieuwe elementen ook in de portefeuille. In die nieuwe wereld, solidariteitsreserves en dat soort constructen. En we hebben dus ook veel meer vrijheid. En vrijheid, met vrijheid komt ook veel meer verantwoordelijkheid. Ook veel meer verantwoordelijkheid om de deelnemer goed te informeren. Dus er is veel meer communicatie aan de deelnemers nodig. Dus er gaat een heleboel veranderen. En dat raakt eigenlijk alle partijen die in deze nieuwe wereld en ook in die oude wereld actief zijn. Dat is wel mooi. Ja, we komen natuurlijk ergens vandaan, hè, hoe het was. Overzichtelijk, we hebben een pensioenfonds, een administrateur, een beleggingsadministrateur, consultant, fiduciair manager, doen allemaal lekker een ding en die praten af en toe eens met elkaar. Hè. Dus één keer per maand krijgen wij een mailtje van de pensioenadministrateur. Er is weer een 2 miljoen premie over, zorg je dat het belegd wordt en dan zeg een tijdje later, ja, is geregeld. En op die manier wordt er met elkaar gecommuniceerd. Dat gaat beheerst, laag frequentie, betrekkelijk weinig informatie. In die nieuwe wereld gaan we naar een heel ander systeem. Gaan we veel hoogfrequenter met elkaar communiceren over veel meer gegevens, omdat we veel meer dingen van elkaar moeten weten. En voor je het weet eindigt dat in het bord wat mijn collega heeft getekend, weliswaar mooi opgemaakt, maar toch alsnog een bord spaghetti van communicatielijnen. En dat is wat we denk ik met elkaar moeten voorkomen. En daar wil ik even met u bij stilstaan.
Want wat gaat er veranderen? Nou, u kent waarschijnlijk de nieuwe contracten al wel aardig uit de hoofd. We hebben de solidaire regeling. Daar ga je beschermingsrendementen berekenen. Daar ga je te maken krijgen met solidariteitsreserves. Daar moet je allemaal verdelingsregels tussen cohorten gaan bepalen en ook bijhouden. Terwijl de flexibele regeling veel meer individueel is. Degenen die al te maken hebben met DC zullen aan de flexibele regeling kant wel heel veel bekende elementen al zien. Alleen gaat dat daar wat verder, ook in de uitkeringsfase. We krijgen een risicodelingsreserve. Het uitvoeren van beleggingen op het niveau van individuele portefeuilles is wel echt wat anders dan een hele grote collectieve portefeuille beheren. Dat stelt gewoon wat andere eisen aan de manier waarop je het administreert. Maar met de manier waarop je dat administreert komen soms ook wat andere eisen aan je beleggingen. U moet zich voorstellen, op het moment dat je pensioenadministrateur niet zo heel goed om kan gaan met achteraf verrekende kortingen op vermogensbeheer. Dat is in de collectieve portefeuille, kan dat altijd makkelijk doen. Dat geld komt op een gegeven moment wel weer binnen. Als op een individuele portefeuille dat geld binnenkomt, moet dat verdeeld worden over tienduizenden deelnemers op een hele beheerste manier. Dat vergt wat van je administratie. Als je systeem nog niet kan, kan je dus ook niet dat soort afspraken maken met je vermogensbeheerder. Dus die dingen krijgen veel meer met elkaar te maken dan we in het oude stelsel gewend zijn. Dus wij zijn hier alvast over gaan nadenken als fiduciair manager. En hebben daarbij eigenlijk drie belangrijke principes voor ogen gehouden. Allereerst willen wij onze klantenbediening continuïteit bieden in de manier waarop we onze klanten bedienen. Dus we willen blijvend een vermogensbeheerdienstverlening kunnen bieden aan onze klanten. We willen ook dat de complete dienstverlening blijft. Wij zijn nu als een soort van overkoepelend coördinator vermogensbeheer verantwoordelijk voor de portefeuilles van onze klanten. En dat willen we ook in de toekomst blijven doen. En daarbij willen we ook zoveel mogelijk flexibiliteit bieden. En ik zeg zoveel mogelijk, dat is niet alle flexibiliteit vanaf dag 1, maar wel zoveel mogelijk van de keuzes die je in het nieuwe stelsel kunt maken, dat je die ook kan ondersteunen. We moeten realiseren, we hebben te maken met naast de APF en de PPI's ook nog met ruim 40 pensioenfondsen in alle soorten en maten, die soms naar de solidaire regeling gaan, soms naar een flexibele regeling, soms gesloten gaan sluiten en dus in het FTK blijven, maar wellicht die nieuwe opbouw dan in een flexibele regeling gaan onderbrengen. Dus we hebben te maken met alle soorten en maten, we willen eigenlijk al die keuzes die klanten maken kunnen bedienen. Maar wat doe je dan met keuzes? Is dat inderdaad de keuze voor het contract of zit er meer achter? Er zitten meer keuzes. Dus je kunt bijvoorbeeld in een flexibele regeling kun je best wel wat keuzes maken. Bijvoorbeeld inzet van de risicodelingsreserve. Je kunt in je regeling afspreken dat deelnemers al voordat ze met pensioen gaan al een stukje pensioen inkopen. Daar kan je vervolgens daar gewicht aan hangen. Van hoe handig vind je die dat soort keuzes? Die laatste keuze die ik noemde, zijn wij niet zo heel erg weg van. Hè? Omdat het economisch gezien min of meer neerkomt op je renteafdekking verhogen vlak voor je pensioendatum. En zo je pensioeninkoop wat meer zeker stellen. Ja, dat zit over het algemeen in je lifecycle al ingebouwd. Dus wij zien dan relatief weinig toegevoegde waarde van zo'n inkoopmechanisme. Dus dat is typisch iets waarvan we zeggen, dus zo misschien niet op 1 januari 2023 ondersteunen. Maar dat is wel iets wat ze dan verderop in de tijd wel willen gaan doen. Dus in die regelingen zitten dus nog best wel veel keuzemogelijkheden. Waar jullie als pensioenfondsbestuurders dus ook allemaal heel goed over moeten nadenken als je dat gaat implementeren. Dat leidt nog wel tot wat? Hij doet het. Dus wij hebben eigenlijk nagedacht van wat betekent dat nou voor de processen? En dan hebben we ons niet beperkt tot wat wij als vermogensbeheerder doen, maar eigenlijk het hele pensioenfonds-ecosysteem bekeken. We hebben onszelf al een beetje in het midden gezet, zo zijn we. Maar uiteindelijk natuurlijk het hele pensioenfonds-ecosysteem bekeken en gekeken van waar gaan er nou processen veranderen? Waar komen er echt hele nieuwe processen? En waar verandert er ook helemaal niks? Er zijn natuurlijk ook best onderdelen waar het allemaal wel meevalt. En zo ziet u dat hier wat schematische vormgegeven, misschien niet helemaal goed leesbaar. Je kunt je voorstellen bijvoorbeeld in het solidaire contract, daar gaan we die cohorten krijgen en daar gaan verdeelregels komen. Dan moet er een hoop gebeuren, want een bestuur moet die verdeelregels vaststellen, maar die moet erover geadviseerd worden door een partij die dat in zijn modellen heeft verwerkt. Die verdeelregels moet vervolgens door een administrateur bijgehouden worden. Vervolgens moet er gerekend worden om die verdeelregels toe te kunnen passen. En de toepassing van die verdeelregels moet ook weer teruggekoppeld worden naar alle partijen.
Dus heel simpel, op het moment dat er in de verdeelregel staat dat een deel van het overrendement ten gunste komt aan de solidariteitsreserve in het solidaire contract, moet de vermogensbeheerder dat wel even weten, dat hij op dat moment dus het geld overhevelt naar het potje solidariteitsreserve. Nou, zo zie je dat dat door de hele keten heen werkt en dat geldt nog wel voor meer onderdelen van het contract. Dus de belangrijke kwestie in deze is, wie gaat wat doen? Ik heb die wat even met een hoofdletter gezegd, want anders staat er nou wie gaat er nou wat doen. Maar het gaat om wie gaat wat doen. En daar heb ik een paar dingen opgeschreven als je zo'n beetje door de keten heen loopt. Hè. Ik denk dat het al eerder genoemd werd, hè. Risicopreferentieonderzoek is belangrijk. Hè. Een belangrijke input ook voor hoe je verder je beleggingsbeleid en gaat vormgeven. Zowel het flexibele als in het solidaire contract. Maar dat moet dus vertaald worden in een beleggingsbeleid. Hè. En wij vinden dat dan een strategische assetallocatie. Nou, in het verleden deed je risicobereidheidsonderzoek. Dan kwam er over het algemeen uit dat het gemiddelde van je deelnemers een gemiddelde risicobereidheid had. Daar liet je een ALM-studie op los en uit die ALM volgde dan een strategische assetallocatie. Nu we geen echte liabilities meer hebben en de premie ook een beetje een gegeven is en het veel meer gaat om ja, vervangingsratio's en pensioenresultaat voor deelnemers, is die stap van ALM naar strategische assetallocatie is nauwelijks meer een stap. Dat zijn, dat is eigenlijk bijna hetzelfde proces. Dus als wij kijken wat wij doen voor de DC-regelingen, daar doen we eigenlijk de ALM en strategische assetallocatie in één. Dus dat is een vraagstuk wat typisch gaat over de governance matrix. Is die stap er nog en wie gaat die stap uitvoeren, die vertaling? Heb je er al een antwoord op? Wie dat gaat doen? Wij zouden zeggen voor een flexibele regeling zouden wij dat als fiduciair graag doen. Omdat we denken dat we dan goed de vertaling direct kunnen maken naar de implementatie van de beleggingen. En omdat je ziet dat op het moment dat er een ALM-studie wordt gedaan, die vaak op hoofdlijn is, wij dat toch daarna weer dunnetjes over gaan doen. En ook voor de solidaire regeling moeten we wel even kijken hoe die nadere regelgeving eruit ziet. Maar zien we daar wel een rol voor ons. Als je kijkt naar premies storten en onttrekken, dat is een heel operationeel proces, maar waar je dus wel meer afspraken over moet maken. Ik noemde net dat wij één keer in de maand een mailtje krijgen van nou, er is zoveel miljoen een premie over. Ja, 2 miljoen premie over is over het algemeen 6 miljoen premie gestort, 4 miljoen premie uitgekeerd. Ja, in een solidaire regeling betekent dat dus dat er in elk cohort een paar ton is gestort en uit andere cohorten een paar ton moet worden onttrokken. Ja, dat moet je natuurlijk wel met elkaar nu regelen. Dus je kunt niet meer volstaan met er is zoveel miljoen netto over. Nee, je moet die detailinformatie met elkaar delen. En de vermogensbeheerder moet daar dus op acteren. Niet heel ingewikkeld, maar het is typisch iets wat moet gebeuren en wat moet worden vastgelegd. Geldt ook voor rebalancing van de solidariteitsreserve. Op het moment dat er dus gelden over moeten worden of onttrokken worden uit de solidariteitsreserve, is het fantastisch als de pensioenadministrateur dat bijvoorbeeld uitrekent op basis van de verdeelregels die het bestuur heeft vastgesteld. Maar het moet uiteindelijk dus ook wel in de portefeuille geïmplementeerd worden. Ook die toebedeling van rendement aan deelnemers heeft gewoon zijn effect op portefeuilles. En wij denken dat uiteindelijk, als je kijkt naar wie nu dat allemaal gaat doen, dat de pensioenadministrateur het meest geëquipeerd is om te zeggen in het solidaire contract, dit resultaat komt aan dat cohort toe op basis van de verdeelregels die zijn bepaald. Maar dan is natuurlijk de vraag, wie gaat het resultaat bepalen? En we denken dat het daar handig is dat dat degene is die je primaire beleggingsadministratie voert. En dat is niet altijd je vermogensbeheerder, dat kan ook je custodian zijn. En waarom is dat? Omdat die data uiteindelijk ook in een jaarverslag komt. En het is wel prettig als het totaalresultaat wat je in een jaar boekt, netjes optelt met het totaalresultaat wat je het hele jaar hebt verdeeld aan de deelnemers. Dus dat op basis van één bron van informatie te doen, heeft wel de voorkeur. Maar uiteindelijk moet de fiduciair vermogensbeheerder, die dus in dat proces wellicht helemaal niet betrokken is, wel het resultaat weer weten om portefeuilles daarop aan te passen. Dus dat vergt gewoon wat vaker communicatie. En hier is dus ook de vraag met welke frequentie dit gebeurt. Want tot nu toe doen we heel veel dingen per maand, maar in de pensioenadministratie zitten gewoon processen die helemaal niet per maand einde gaan, maar gewoon binnen x weken nadat een deelnemer iets heeft gevraagd. Dus dat kan best op 17 maart zijn, terwijl het dan helemaal geen maand einde is. En je dan dus wel bijvoorbeeld geld moet uitkeren of moet splitsen of verevenen of hoe al die mooie processen maar heten. En je dus wel moet weten hoeveel er echt in het potje zit. Dus
Ja, wij zijn nu nog in gesprekken, dat antwoord heb ik nu ook nog niet. Van, moet je dat misschien bijna op dagbasis gaan doen, die resultaatsverdeling en die herbalancering? Nou, dat is best wel intensief, want dan krijg je natuurlijk hele andere en veel frequentere informatiestromen dan we tot nu toe hebben. En een laatste die speelt is, wat meer een flexibele contract. Dan heb je de unit-administratie, dus de administratie van de individuele beleggingsportefeuilles. Ja, wie gaat dat doen? Ja, gaan wij dat als fiduciair manager doen? Gaat de custodian dat doen? Gaat de pensioenadministrateur dat doen? En voor al die partijen is wel wat te zeggen. Ja, wij zijn best handig met beleggingen, dus is het ook wel goed als wij een beleggingsportefeuille administreren. Hè, want er zit ook komt een hoop achter vandaan. Hè. Je moet transfer agent accounts openen, je moet transacties verwerken en weet ik dan wat. Hoop gedoe. Nou, onze bread and butter, zo gezegd. Aan de andere kant wil je wel dat de deelnemer real-time inzicht heeft in zijn portefeuille. Je moet veel meer communiceren over die beleggingen. Het is eigenlijk geïntegreerd in het totale communicatieplaatje van het pensioenfonds. Dus dat zouden we heel erg verpleiten om dat juist bij de pensioenadministrateur te leggen. Die gewoon heel erg gespecialiseerd is in deelnemercommunicatie en veel beter snapt hoe je de individuele deelnemer zo goed mogelijk informeert over zijn pensioen. Maar ja, dan zit die weer met al die beleggingsproblematiek. Dus dat zijn dingen waarvan wij in ieder geval nu merken al een beetje in de sector dat daar discussie over is en wat nog niet helemaal is uitgeklaard. Dus dat is ook iets voor u als pensioenfondsbestuurder om daar goed over na te denken en goed met uw uitvoerders over te spreken. Nou, er gaat dus een hoop gebeuren, dus we hebben ook al gekeken van nou, waar verwachten wij nou de meeste impact? En dan zie je toch wel dat er een hele hoop processen zijn die in het blokje hoge impact vallen. Hè? Want eigenlijk raakt dit wel de meeste ketens van het beleggingsproces. Ik heb hier nu alleen maar de beleggingsprocessen opgenomen. Het gaat over je modellering en je advisering. Hè? Dan moet je dat hele nieuwe contract natuurlijk in verwerken. Nou, dat is bij ons nu afgerond, hè, zodat we klanten kunnen adviseren over hoe dat in het solidaire contract gaat. Alleen wachten we nog even op de minister voordat hij de definitieve wetsteksten en daarna de toezichthouder de nadere regelgeving publiceert. Dan kunnen we het echt afronden. Je LDI-portefeuillebeheer, dus dat gaat over de afdekking van het renterisico in de portefeuille. Nou, daar hebben wij ook al de eerste gesprekken over gehad met DNB en AFM. Die stellen toch wel andere vragen dan wij hadden gedacht. Hè. Die gaan bijvoorbeeld vragen van, hoe zorgen we nou voor dat de ene LDI-portefeuille voor het ene cohort niet onderling afhankelijkheid heeft met die portefeuille van het andere cohort. Hè. En dat gaat dan bijvoorbeeld over onderpandsuitwisseling. Als de tegenpartij in het ene cohort failliet gaat, heeft het andere cohort daar dan ook last van. Hè? Nou ja, dat soort dingen, daar moet je opeens over gaan nadenken. Want tot nu toe was het altijd één hele grote pool. Je rapportages gaan veranderen, want je gaat ook op een andere manier beleggen. Dus je hebt geen dekkingsgraad meer en allerlei dat soort dingen. Dus daar moeten we aan de rapportagekant natuurlijk veel mee doen. We hebben die beleggingsadministratie waar we het over hadden. En er komt dus een veel uitgebreidere gegevensuitwisseling met pensioenadministrateurs en andere partijen. Dus dat geeft voor ons een hoge impact. We verwachten wat minder hoge, maar toch wel impact op het gebied van het portefeuillebeheer en risicomanagement. En we verwachten niet zo heel veel impact op het gebied van managerselectie en ook over duurzaamheidsadvisering. We denken dat wel ook in het nieuwe contract vergelijkbare opzet zal hebben. Nou, hoe nu verder? In ieder geval naar de volgende slide. Ja. Aanzet voor een oplossing. Hè, wat we natuurlijk willen is dat we een heel geordend sterretjesdiagram krijgen in plaats van dat bord spaghetti wat ik net schetste. Hè, en dat is ook voor u om over na te denken. Dus denk na, eerst maar even, wie zijn überhaupt de partijen die dingen mogen uitvoeren? Want niet iedereen mag alles. Wie kan dit praktisch het beste? Maar ook wie kan dit praktisch het goedkoopste? Want de ene partij heeft een andere kostenplaatje dan de andere partij. En wie kan het met hoogste kwaliteit? Maar ook graag, wat doen anderen in de sector? Want het zou heel vervelend zijn als we straks bij 200 pensioenfondsen 200 verschillende governance matrices zouden overhouden. Wat je dan krijgt is dat er dan eigenlijk een hele hoop partijen in de sector op onderdelen in dat proces een bedrijfsvoering in leven moeten houden die te weinig schaal heeft om het echt goed, efficiënt uiteindelijk het beste voor de deelnemer te doen. Dus er is ook een soort van groepsbelang om hier
wat meer één lijn in te trekken en zorgen dat er een aantal gespecialiseerde partijen op die verschillende onderdelen van het hele pensioenproces hun werk kunnen doen. Dat is allemaal niet makkelijk, dus de governance matrix moet opnieuw worden ingevuld. Nou, dat betekent reload the matrix, om even in de filmtermen te blijven. Dus gaat u daarmee alsjeblieft aan de slag, hè. Benader de partijen en ons ook. Kijk uit dat er niet tussen wal een schip valt, maar kijk ook uit dat er niet twee kapiteins op één schip zitten bij deze matrix. En daarna komt er dus nog wel wat achterweg, want het gaat over SLA's, SLA's vaststellen met de dienstverleners die onderling consistent moeten zijn. Wellicht wil je ook een aantal proefruns draaien voor bepaalde processen. Dus houd ook rekening met lange implementatietijden. Ik weet dat er pensioenfondsen zijn die 1/1/2024 alive and kicking willen zijn. Dat zijn fondsen waar we gelukkig al wel mee in gesprek zijn. Houd er dus rekening mee dat u hier echt even de tijd voor neemt, ook samen met uw dienstverleners. Dus daar wilde ik het voor nu even bij laten. Heel goed. Zijn daar vragen? Ja, dat is. Ik zie daar een vraag. Misschien een microfoon. Ja, heel goed. Ik moest gaan staan, dus dat zou ik anders zelf niet doen. Goedemiddag, ik ben bestuurder Hedwig Peters en mijn vraag is eigenlijk, ik zag dat je bij de LDI had staan, meer illiquide. Maar dat is voor mij een beetje in tegenspraak met het feit dat er op dagbasis een waarde moet worden berekend. Hoe ga je dat oplossen en welke, wat ken je toe aan nieuwe technieken zoals blockchain en zo? Zijn jullie daar ook mee bezig? Ja, dat zijn twee hele mooie vragen. Die illiquiditeit was ik even overheen gelopen, maar dat is wel eentje die ons inderdaad bezighoudt. Met name in DC-regelingen is dat natuurlijk een punt. Als je echt individuele deelnemersportefeuilles hebt die gewoon op een moment moeten worden overgedragen, dan wil je graag een zo goed mogelijke waarde hebben. We hebben dit nu op zich live, hè? Dus als je mensen een pensioen bij Bifrenk hebben ondergebracht, zou zomaar kunnen hier, dan kunnen die beleggen in een fonds waar ook hypotheken onderdeel van zijn. Die zijn natuurlijk niet zo liquide, maar daar is wel een waarderingsmodel voor om daar een dagelijkse waarde voor te bepalen. Dat is één mogelijkheid. Er zijn ook illiquide beleggingen waar je dat niet hebt. En dat is gewoon best wel ook voor ons nog wel kijken van hoe ga je dat oplossen. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed. Hè. Je zit in Nederlandse woningen. De waarde van het vastgoed einde dit kwartaal horen waarschijnlijk ergens eerste week mei. Nou, dat is best wel lang en dan moet je daarna waarschijnlijk tot eerste week augustus met die waarde doen van 31 maart op het moment dat een deelnemer wil weten wat er in zijn portefeuille zit. Dus dat is een potentieel probleem of potentieel geen probleem. Een handige oplossing is altijd gewoon heel transparant communiceren en zeggen, kijk, dit is de manier waarop we uw portefeuille waarderen. Deze doen we elke dag en deze doen we één keer per kwartaal met een maand vertraging. Dan heb je in ieder geval aan de deelnemer uitgelegd waar die aan toe is. Dan kan je daar, zeker als het onderdeel is van een ander fonds, zou je daar nog voor de hele slimme ingevoerde deelnemer arbitragemogelijkheden kunnen krijgen. Dus dat een deelnemer zegt van wacht even, hypotheekrente schiet omhoog, kabinet de jubelton weg, ik zie die huizenprijs komend kwartaal omlaag gaan, of dit kwartaal eigenlijk al omlaag gaan. Ik wacht even voordat mijn pensioenfonds gaat herwaarderen, ga ik even snel uit die DC-portefeuille, want ik kan natuurlijk dat helemaal flexibel naar een veel lager risicoprofiel omzetten waar ik helemaal niet meer in vastgoed zit. Ik wacht even tot de afwaardering is geweest en dan switch ik weer netjes terug en ben ik mooi die paar procent afwaardering op de Nederlandse woningmarkt misgelopen. Nou, één, we denken niet dat er heel veel deelnemers zijn die zo zullen denken. Goed, we hebben een paar pensioenfondsen in huis waar alleen maar beleggers werken. Daar zullen misschien iets meer van dat soort sessietypes rondhangen. We denken niet dat dat heel veel pensioenfondsen zijn. En we vragen ons ook af of op het moment dat je met name die illiquide beleggingen bundelt in bijvoorbeeld gewoon een rendementsbouwblok, waarin ook aandelen en dat soort dingen zitten, dat deelnemers dat dan wat minder snel zullen doen, omdat dan de effecten van de andere onderdelen van het bouwblok vaak dominant zijn ten opzichte van het effect van dat ene stukje illiquiditeit. Maar voor een aantal beleggingen, om het lange antwoord even kort te maken, een aantal beleggingen kunnen we gewoon een dagelijkse waardering schatten. En voor een aantal beleggingen zullen we wat meer transparant moeten zijn naar deelnemers, dat die gewoon met een lage frequentie worden gewaardeerd. Nou, dan is de vraag, kan je dat ook in de blockchain doen? Ongetwijfeld. Wij zijn daar nu nog niet zo heel erg mee bezig.
Ik hoor dat wel toevallig van een Amerikaanse vastgoedpartij die daarmee bezig was om binnen de blockchain participatie in het vastgoedfonds verhandelbaar te maken. Nou, dat is een soort van beursgang zonder dat je naar de beurs hoeft, zeg maar. Omdat je dan in die blockchain dus een hele audit trail hebt van je participantadministratie en die participaties daarmee dus verhandelbaar maakt. Het aardige was daarom kwamen we ook met die vastgoedpartij in gesprek over dat onderwerp van illiquiditeit. Op het moment dat je dat zou hebben en je zou in die blockchain dus echt die participaties wat meer verhandelbaar maken, dan heb je dus ook veel vaker een prijs. En zou je dus ook wat makkelijker kunnen omgaan met het waarderingsissue. Maar dat is niet iets wat we voor 1-1-2023 hebben geregeld, denk ik. Oké, is er nog tijd voor één vraag misschien vanuit de zaal? Nee. Ik vroeg me af, waar zit nou eigenlijk het spannendste in die hele transitie? Zie je dat nou bij de fiduciair manager, zoals NIP, of meer bij die administrateur? En nieuwe dingen optuigen? Ongetwijfeld bij de administrateur. Dus dat is, daar ben ik ook helemaal niet jaloers op. Hè. Die mensen hebben een enorme klus te doen om dit hele stelsel te transfereren. Die hebben natuurlijk al die individuele deelnemer gegeven waarvan eerst, hè, zoals er werd gezegd, de kwaliteit goed moet zijn. En daarna moet dat nog heel zorgvuldig en auditable worden omgezet in individuele potjes. Dan hebben wij het nog erg makkelijk. Dus okay. Ik snap ook wel een beetje dat wij niet vooraan in de rij staan met al uw vragen. Maar we willen ook niet zo ver achteraan in de rij staan dat we weinig handelingsperspectief meer hebben, om het even in AFM-termen te zeggen. Oké, heel goed. Bedankt voor de interessante presentatie en het beantwoorden van de vragen. Ik, een applaus graag, uiteraard. Dank u wel.